Beste studenten, hartelijk welkom bij weer een nieuwe rekenvideo. Deze keer voor het onderdeel verpleegkundig rekenen en we gaan het verder hebben over de druppelsnelheden, alleen dan specifiek bij het neustoedienen hoe het daarbij zit. Ik heb hier namelijk een aantal kijkersvragen over gehad, toen dacht ik nou laat ik hier nog maar eens even een video over opnemen. Nou, ook jij kunt vragen voor een kijkersvraag insturen en daarvan een video te maken. Dus mocht je dat nog willen doen, stuur me gerust een mailtje info@menemeges.nl. Goed, we gaan naar deze opdracht kijken. Wat moet je weten? Dat 1 milliliter gelijk staat aan 20 druppels. Dus 1 milliliter zijn 20 druppeltjes. En hoe kun je nou gaan uitrekenen hoeveel druppeltjes je hebt, is door het aantal milliliter keer 20 te doen. Dus stel bijvoorbeeld, ik heb een flesje van 5 milliliter en ik wil weten hoeveel druppels heb ik dan eigenlijk. 5 keer 20 heb ik 100 druppels. Ik heb twee opgaves en die gaan we even met elkaar doorlopen. Opdracht 1. Die gaat over deze. Aanwezig zijn 4 flacons van 0,4 milliliter per stuk. Dus je hebt 4 van die flaconnetjes en elke is 0,4 milliliter. En die hebben een sterkte van 1 mg/ml. Nou, dat betekent dat per elke milliliter er 1 mg werkzame stof in zit. Het voorschrift is om 1 keer per dag 50 UG, oftewel 50 microgram, in ieder neusgat te geven. En je moet beide neusgaten toedienen. De vraag bij A is, hoeveel milligram krijgt de patiënt per keer per neusgat? Gaan we eens even kijken. Wat krijgt de patiënt? Dan gaat het over het voorschrift. En de patiënt krijgt 50 microgram in ieder neusgat per keer. Dus je moet eigenlijk weten, 50 microgram. En de vraag is, hoeveel mg is hoeveel milligram? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, mocht je dit lastig vinden, kijk dan even mijn video's over eenheden omrekenen, want daarbij zie je dat de stap van microgram naar milligram gedeeld door 1000 is. Dus het enige wat je hoeft te doen, is je pakt hier 50 microgram naar milligram is delen door 1000. Dus dat is 0,05 milligram. Dus hoeveel milligram is het? 0,05 milligram. Maak hem even rood, dat we goed kunnen zien wat we gedaan hebben. Dan ga ik verder naar de volgende vraag. Hier staat, hoeveel druppels geef je per keer per neusgat? Moeten we eens even gaan kijken. Nou, wat is de sterkte? Nou, de sterkte is 1 milligram en er zit 0,4 in. 1 milligram is gelijk aan 1 milliliter. Dus de sterkte is 1 op 1. Dus als je hebt 0,4, dan is dus wat je geeft is ook 0,4 milligram. Nog een keertje. Als het is 1 op 1, dus dat betekent elke milligram is 1 milliliter. En we hebben nou 0,4 milliliter, dus dan betekent het ook dat het dan ook 0,4 milligram is. 0,4 milligram is dus 0,4 milliliter. En ik ga eerst even kijken hoeveel zit er in een flesje. Dit doen we keer 20, want we wisten 1 milliliter is 20 druppels. Dus als we deze keer 20 doen, dan weet ik 0,4 keer 20. Dan heb ik dus 8 druppels zitten in één flesje. Nou, ik ga nu even kijken, wat moet de patiënt geven? Wat moet de patiënt krijgen? Die moet 0,5 milligram hebben. 0,05. Nou, en omdat milligram gelijk staat aan milliliter, kun je deze keer 20 doen. 0,05 keer 20. En dan weet ik hoeveel ik moet geven. 1 druppel per neusgat. En nog een keer kijken, hoe deden we dat nou? Nou, je gaat kijken, wat moet de patiënt hebben? 0,05 milligram. De sterkte is 1 op 1, dus elke milligram is een milliliter. Dus als ik gewoon het aantal milligram keer 20 doe, om het aantal druppels uit te rekenen, dan zie ik dat het 1 druppel is in dit geval. Deze hadden we eigenlijk nu nog niet hoeven uit te rekenen, maar die hebben wel dadelijk bij vraag C nodig, dus die kopieer ik eventjes. Voor hoeveel dagen is er voldoende voorraad? Ik zet vast even neer, we hadden net uitgerekend dat er 8 druppels in een flesje zitten. Dan gaan we eens even kijken, hoeveel flesjes hebben we eigenlijk? Nou, we hebben 4 flacons, dus we hebben 8 keer 4, dus we hebben 8 keer 4 is 32 druppels op voorraad. Dan gaan we kijken, wat heeft de patiënt nodig? Die heeft nodig per neusgat 1 druppel. Dus dat betekent per dag 1 neusgat, dus die heb je 2 keer 2. Dus je hebt 2 druppels per dag nodig. Elk neusgat eentje namelijk, dus dat 1 keer geven. Dus hoe lang kun je geven? Je hebt 32 druppels. Elke dag moet je er 2 geven. 32 gedeeld door 2. Dus dat betekent dat ik voor 16 dagen voldoende voorraad heb. Maak ik even rood. En dan hebben we deze klaar. Gaan we even naar de tweede opdracht.
ik even op een nieuwe pagina, opdracht 2. Aanwezig is een flacon met een inhoud van 60 ml met een sterkte van 40 mg/ml. De arts heeft Samantha voorgeschreven. Eerste 2 weken 60 mg in 2 porties en na 2 weken 140 mg per dag in 2 dosissen, oftewel 2 porties, verander ik even. De vraag is, hoeveel druppels krijgt Samantha de eerste 2 weken per portie? Is even gaan lezen. Even kijken, het voorschrift is de eerste 2 weken 60 mg in 2 porties. Het gaat over per portie en van de eerste 2 weken, dus het gaat om dit gedeelte. Ze krijgt dus het voorschrift 60 mg in 2 porties. Maar je wilt het weten per portie, dus 60 gedeeld door 2. Dus ze krijgt 30 mg per portie. Dan gaan we eens kijken, hoeveel druppels zijn het eigenlijk? Nou, wat is er aanwezig? Er zijn aanwezig flacons met de sterkte van 40 mg/ml. Dus dat betekent, bij elke milliliter zit er 40 gram werkzame druppel. Dus aanwezig 40/ml. 40 mg slash ml. En dit is het beroemde dingetje van oplossen. Voorschrift gedeeld aanwezig. Voorschrift is 30. Aanwezig is 40. 30 gedeeld door 40. 30 gedeeld door 40 is 0,75 ml. Ik zal eerst kijken wat moet ik geven. 30 mg per keer. Aanwezig is 40 mg per milliliter. Dus als ik deze door elkaar deel, weet ik hoeveel ik moet geven. 0,75 ml. Maar ja, je moet graag weten hoeveel druppels zijn dit dan. Nou, 0,75. Om dan van milliliter druppels te kunnen gaan maken, moet ik die keer 20 doen. We hadden namelijk in het begin gezien, elke milliliter is 20 druppels. Dus 0,75 keer 20. Dus die krijgt 15 druppels. En zo hebben we antwoord gegeven op deze vraag. Gaan we naar de tweede vraag. En de tweede vraag is, hoeveel druppels krijgt Samantha na 2 weken? Na 2 weken wordt het dus verhoogd en krijgt ze 140 mg per dag in 2 porties, stond er. Even kijken, het voorschrift. Wat moet Samantha hebben? Samantha, die krijgt het voorschrift, is 140 mg in 2 porties, dus gedeeld door 2. Dus dat is 70 mg per portie. Wat is er aanwezig? Aanwezig is nog steeds hetzelfde. Dat het 70 mg per portie is. En dat de sterkte 40 mg per ml is. Dus voorschrift is 70. Aanwezig is 40. 70 gedeeld door 40 is 1,75 ml. Moet je Samantha geven. Maar de vraag is, hoeveel is het per, hoeveel druppels zijn dit? Dan doe je dit weer keer 20. Dus 1,75 keer 20. Dus dat betekent dat ze dan maar liefst 35 druppels krijgt. Nou, zo zie je eigenlijk door 2 dingen te combineren. Het dingetje vanuit oplossen en injecteren. De regel van voorschrift gedeeld aanwezig, die komt hierbij terug. En de druppels neder komen hierbij terug. En in het begin hebben we ook nog het onderdeel eenheden omrekenen erbij gebruikt. Nou, ik wens je heel veel succes met het uitrekenen van de druppelsnelheden. Mocht je nog vragen hebben, zoals ik gezegd heb, stuur ze gerust in en ik ga kijken of ik er een nieuwe video voor je van kan maken. Heel veel succes met het onderdeel verpleegkundig rekenen.